Heijmans zet de toon. Het verhaal van Heijmans begint in 1923 wanneer Jan Heijmans in Rosmalen zijn stratenmakersbedrijf start. In de daaropvolgende jaren groeit Heijmans exponentieel in omvang en veelzijdigheid en verkrijgt in 1993 een beursnotering aan de AEX. Tegenwoordig bouwt Heijmans met circa 8000 medewerkers aan de ruimtelijke contouren van morgen. We zijn daarbij actief in een omgeving waar energie en ruimte schaarser worden en slimme oplossingen vereist zijn. Oplossingen waarbij duurzaamheid, kwaliteit en een integrale benadering steeds belangrijker zijn. Over onze ambitie zijn we duidelijk. Heijmans wil het gecombineerde bouwbedrijf van Nederland zijn. Toonaangevend op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en winstgevendheid. Heijmans is actief in 6 sectoren. Vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek, wegen en civiel. We onderscheiden ons door disciplines en kennisgebieden slim te combineren, waardoor een geïntegreerde aanpak mogelijk is. Dat is onze meerwaarde. Zo kunnen we projecten realiseren, van idee en ontwerp tot beheer en onderhoud, en ontzorgen we onze klanten. Creativiteit en kennisontwikkeling krijgen daarbij alle ruimte en resulteren in innovatieve concepten zoals wenswonen, het duurzame asfalt Greenway LE en Add Value, waarbij bestaande gebouwen duurzaam worden gerenoveerd. Ook in 2010 heeft Heijmans opnieuw mooi werk geleverd, zoals de oplevering van de eerste fase van het Andreas Ensemble in Amsterdam. Een binnenstedelijke herstructurering die wonen, werken en ontspannen met elkaar combineert. Dankzij een slim ontwerp en bouwwijze is het Christiaan Huygens College in Eindhoven inmiddels de meest duurzame school van Nederland. Het nieuwbouwproject is in combinatie uitgevoerd door Heijmans Utiliteitsbouw, Burgers Erfgrond en Heijmans Wegenbouw. De omleiding Ommen door de N34 en 36 is vanwege de integrale aanpak en samenwerking door Rijkswaterstaat bekroond met de Houding en Gedrag Award. Het project bestaat uit de aanleg van een compleet nieuwe provinciale weg van 9 kilometer, inclusief viaducten, verlichting en markering. Maar om het gecombineerde bouwbedrijf van Nederland te worden en te blijven, is voortdurende aandacht voor verbetering van levensbelang. Zo helpt het interne Lean Six Sigma-programma bij het vergroten van de kwaliteit en het terugbrengen van het aantal restpunten. 0 restpunten is daarbij het uiteindelijke doel. Het werken met het bouwinformatiemodel, kortweg BIM, maakt informatie deelbaar, betrouwbaar en actueel. Zo verhoogt BIM de efficiëntie en effectiviteit van het totale proces, waardoor de kwaliteit van het bouwwerk verbetert. Het succes van Heijmans wordt echter vooral bepaald door de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers. We geloven daarbij in het belang van diversiteit en voldoende ruimte voor zelfontwikkeling. Zo blijft Heijmans aantrekkelijk voor jong talent, professionals en vakmensen. Zij maken Heijmans toonaangevend.